We gaan enerveren in de wieken achter de reg als sportredactie, want in ien wien we eigenaar van een hinder, een echt draafhinder, us Derk. Derk Buitenzorg bracht op de veiling maar 100 euro op en zoen naar de slachter en dat ging us echt te vier. Nu stiet erbij de stand van Elke Kruis in Terband en wordt traind om aan te koersen. Derk wie grut neist deze wieken. Kennen we hem nou net op een manier redden van de slachter en dan ik zie dat er misschien toch wat redden kan. Je begint op 400 bij ieder paard. Meestal ga je dan omhoog. Hier moest ik bij 400 naar beneden. Dat er dan zogenaamd naar de slachter moet, dat liep ik nergens op. En daar zit u hinder trainen? Ja. Heeft ze zin om? Ja, heel erg. Heel erg. Liek me mooi. Dit hier het lotwest van Derk. De slachter, als de neerdien weer. De malaise in de Hiense sport is grut. En Derk Buitenzorg, naaizaad van de romrofte Henry Buitenzorg, wordt op de veiling voor maar 100 euro verkocht. Maar daar wie de redding. De sportredactie keert het Derk. Nou is het grutte moment voor de sportredactie van Omroep Friesland. Ik ben in Wolvergeer. En dit is het jild voor us hinder. Dat een jongensboek wordt natuurlijk. Redden van de slachter. 1, 2, verkocht. En daar is het. 250 euro. Heb je het boekje? En het paspoort is voor u. Ja. Voor de Boppenslagredactie. En de Derk de rest, is nu officieel begrepen. Het hinder van Boppenslag. Ja. Kom jongen. We lullen helemaal in het hinder. Maar had er totaal geen verstand van. De echte kenners zoeken er likwijls ik wel wat in. En er markeert helemaal niks aan. En het is hartstikke mooi dat hij de kans krijgt om Sjent te litten dat hij ik echt wat ken. Want anders is het al ouder onwest, dus dat is natuurlijk schande. Ja. Nou heb ik krek zijn, dit wordt natuurlijk een jongensboek. Ja, ja tuurlijk, dit wordt dus een boppenslag. Dus we hebben een goede koop gedaan. Volgens mij wel. Als sportredactie. Ze zaten allemaal te slapen, maar dat was niet normaal natuurlijk. We brengen Derk naar Terband, naar Hiense trainer en piqueur Elke Kruis. Daar had er een goed plak en daar zal ik traind worden. Terug uw eigen trainster, Sjoukje Wagenaar. Wat doe je hem nou? We maken even een kamp voor hem leeg en dan kan iedereen een boetbiertje. Hij heeft een goede mem, de pedigree is wel aardig goed. Nou, hij is nog net al te grut, maar ja goed, misschien groeit hij er nou wat in. Maar het is verder wel een beweegzaam leuk beestje, dus wat dat betreft zit er alle kans in dat hij in de baan, dat er de baan helpt. Hij die in elk geval nog net riep voor de slacht. Nou nee, het is de eerste zonde natuurlijk en we zijn natuurlijk Friesland dankbaar dat ze de kans jouwen dat het misschien wat werken. En Derk zelfs, tja, die weet net wat er moe komt. En uiteindelijk wij ik net, want de media doekt er bob op. Medewerkers regionale omroep redden paard van de slachter. We hel je zelfs hart van Nederland. En de sportredactie van Omroep Friesland hoorde ervan en besloot in te grijpen. En de eerste keepers meldde haar ik al. En dan ineens krijg ik een telefoontje van jou. Dus de vraag is me even van, ja, hoe zie jij het voor je? Wat zou je zelf willen? Wat is je wens? Maar wij verkeep je us Derk net, want Derk is een topper. Klinkt jongen. In elk geval wordt er dat. Nije wieken meer uw Derk. Kom maar. Dan beziek je hem voor de sulky te krijgen. Nou, dit is vrij makkelijk. Dit is niet makkelijk. Die wil ik wel eens oors. Kom maar jongen.